Vanavond organiseert Beleefboksel de wandeling langs de Binnendommel. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Ben, we staan hier op de markt in Boksel. En wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we de Binnendommeltjesroute lopen. Boksel had vroeger hier grachtjes om het centrum en om de kerk. Die zijn nu allemaal dicht. En wij gaan weer de historie ophalen en nog eens kijken waar ze gelopen hebben en waartoe ze gediend hebben. De Binnendommel, is die aangelegd later? Die is door de heren van Boksel aangelegd toen die hier pas kwamen wonen. Dat is in de 13e eeuw. Toen werden die grachtjes gegraven. En die hebben tot ongeveer 1930 bestonden die. En daarna zijn ze gedempt? En daarna zijn ze gedempt, ja. Er zijn 12 wandelingen, 12 verschillende wandelingen hebben we. En met name in de zomermaanden. En mensen kunnen zich daarvoor inschrijven. Op welke manier kunnen ze zich inschrijven? Ja, nou, er staat elke week in de krant wanneer en waar ze zich kunnen inschrijven. Zolang er meer dan 2 mensen zijn, gaat het door. Altijd, ja. Oké. Maar wat ik nog wel zeggen, we hebben ook foldertjes. Maken we elk jaar nieuwe foldertjes. En daar staan alle routes in beschreven. En daar staat ook in hoe je je kunt aanmelden enzovoorts. U had wel interesse in deze rondleiding voor Binnendommeltje? Jazeker, wij wonen nog niet zo lang in Boksel. En dan is het een mooie manier om Boksel te leren kennen. Ik kom uit Veldhoven. Uit Veldhoven? Ja. Oh, dus niet echt uit Boksel? Nee. Nee, maar ik ben wel benieuwd hoe het is in Boksel. U verwacht er wel iets van? Natuurlijk. Uiteraard. Ja, natuurlijk. Okay. Ja. Veel plezier. Dank u wel. U uit Boksel? Nee, niet uit Boksel. Ik kom uit Dundungen. Ja, Dundungen ook. Kijk eens aan. Nou, en vertel, waarom vanavond de wandeling in Boksel? Mijn vrouw komt uit Boksel, dus ja, dan moet ik mee. Wij vallen officieel onder Beleef Boksel. Vroeger onder de VVV, maar die bestaat hier niet meer. En zijn toen geswitcht naar Beleef Boksel. En Beleef Boksel is een onderdeel van de gemeente. En met name de toeristische afdeling, daar horen wij dus bij. Ja, dus eigenlijk geïnitieerd vanuit de gemeente. Ja, precies. De rondleidingen, die zijn, heb ik gelezen, tot 28 augustus, klopt dat? Ja, vandaag is het niet de 1 na laatste, de 2 na laatste. Dus volgende week nog 1 en de week erop is er nog... En waar gaan die naartoe? Ik heb er nog 2. Eentje naar de molens, de watermolens die we hier in Boksel gehad hebben. En nog een keer naar het station. Oké, dus op zich heel interessant, ook zeker die watermolens. Ja. En de geschiedenis van het station is ook heel interessant. Ben, volgend jaar weer? Ja, we doen het elk jaar met veel plezier. En volgend jaar gaan we weer met nieuwe moed aan de gang.